raadhuis van Warmond. We zijn hier in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Warmond, wat heden ten dagen dienst doet als galerieruimte, waar normaal door het jaar moderne kunst wordt geëxposeerd van hedendaagse kunstenaars. En dit jaar beginnen we met kunst en antiek, diverse soorten en stijlen door elkaar verzameld door een antiquair art consultant, dat ben ik zelf, Patrick Becks. We hebben hier een aantal bijzondere stukken gecombineerd met alledaagse antiek. We staan hier bij een van de topstukken van de expositie. Dit is een buste van een Duitse baron, Frederik Wilhelm van Brunswijk. Hij is een van de nazaten van het Koninklijk Huis van Hannover, de Welfenfamilie. En dit stuk komt uit het koninklijke slot Marienburg bij Hannover. En dat is in bezit van de zonen van Ernst August van Hannover, de ex-man van Caroline van Monaco. Dit is een man die heeft gevochten bij Waterloo en daar ook zijn voortijdig einde heeft gevonden. En dit topstuk, en ik zult een beetje de neus bij poetsen, is hier te koop. Onder andere, daarnaast vele andere stukken, moderne kunst en antiek gemixt. Ja, dat is toch een combinatie die we heel weinig hier in de regio zien. En dit is een soort tijdelijke pop-up gallery met divers kunst en antiek. Dus ik zou zeggen, komt u kijken.